In de tentoonstelling De Mooiste Modernisten passeren een hele hoop moderne kunststromingen de revue. En Jan Sluiters is een van die ultramoderne in de Nederlandse kunstgeschiedenis die in dit stukje speciale aandacht krijgt. Want Jan Sluiters mag met een beurs van de Rijksacademie naar Parijs, naar Spanje, naar Italië oude meesters kopiëren. Maar hij gaat natuurlijk naar Parijs, want daar gebeurt het. In 1904 opent daar Baltabaret, een grote dansgelegenheid met elektrische kroonluchters, elektrisch licht, dansende menigte. De schilderijen die hij dan aan de Prix de Rome weer terugstuurt, die zorgen ervoor dat hij zijn beurs kwijtraakt. En dat vindt deze schilder helemaal niet erg, want hij houdt wel van een relletje. Hij denkt, nou, als ik maar in de publiciteit kom, dan komt het met mij wel goed. En hij gaat vrolijk door met experimenteren. In Nederland zie je hem dan dat fauvisme uit Parijs oppikken en in Nederland noemen we dat dan luminisme, schilders van het licht. Wat Jan Sluiters doet, bijna letterlijk uit de tuben op het doek smeren in kloddersverf, streepjes en klodders naast elkaar in hele felle kleuren, een stralende zon. Deze serie Oktoberzonne is echt heel beroemd geworden. En weer een paar jaar later, het is inmiddels 1913, schildert hij zijn nieuwe liefde Greet van Koten in Amsterdam in die kubistische stijl. De vormen die fragmenteren eigenlijk op hè, in geometrische vlakjes, in lijnen. Ze dwarrelt bijna van het doek af, herken je er nog wel. Dit is zijn experiment met het kubisme. En op deze manier zie je dat Jan Sluiters zich steeds maar weer ontwikkelt, steeds maar weer vernieuwt. Net als al die andere kunstenaars van wie we in de tentoonstelling werk laten zien.